Renier Josquin de Lamarrache is vergroeid met de aarde. Met de grond die de rijkdom uitmaakt van zijn stam de Lamarrache. Met de Brabantse natuur die doorheen de generaties deel is gaan uitmaken van zijn lichaam. Renier Josquin de Lamarrache leeft in 1920. Het moderne Parijs is dan het centrum van de nieuwe levensvormen, de nieuwe levensidee die breekt met een al te bitter verleden. De confrontatie blijft niet uit. De stam de Lamarrache beschermt zijn domein en weert alles wat niet van zijn bloed of stand is. Reniers Parijse vrienden vinden in hem een gewillig slachtoffer voor de verkwisting van zijn erfgoed. De stam dreigt door zijn toedoen vernietigd te worden omwille van een vrouw genaamd Rolande. Ja. Rolande is de verpersoonlijking van het erotische Parijs, waarnaar hij vlucht om zich te ontmaken van het enge familiemilieu. Deze feiten bepalen het laatste levensjaar van Renier Josquin de Lamarrache. Een laatste levensjaar dat kon worden gereconstrueerd aan de hand van 40 brieven die hij schreef aan de voornoemde Rolande. Écris-moi. Rolande met de bles. Naar de roman van Herman Teirlinck is een film van Roland Verhavert. Met Jan de Cler als Renier Josquin de Lamarrache. Dora van der Groen als Colette van Bierck zijn moeder. Robert Marcel als Hardwin de reus van Bierck zijn grootvader. Yvan Cornet als Ogier de Lamarrache zijn zoon. Rudy van Vlaanderen als dokter Ferguson. Hilde Uiterlinden als Emilie van Warmont-Cocambre zijn verloofde. En Elisabeth Tessier-Ducrot als Roland.